De nieuwe serie en aflevering voor YouTube genaamd Pokémon Uranium. Ik hoop dat jullie dit leuk gaan vinden, want ik ga het nu nog spelen. Ik ga het nu spelen. Als die werkt. Als die werkt. Kom op. Nee. Nee. Ik heb net zo'n mooie achtergrond. Ja. Ja. Daar komt het geluid. Liep hij nou net vast? Volgens mij liep hij eventjes vast. Maar ja, dat kan. Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. We gaan eerst even hierheen. Ja. Startcontrollers. C en X. Oké, wacht, hè? Chat controllers. Cancel. Ik staat soort F5. Oké. Hopelijk heb ik iets gedaan. Ik hoop het. Maar daar gaan we dan beginnen. Met een nieuwe serie. Nuzlocke of regular mode. Nou, doe mij eerst maar de normale mode. Weet je zeker dat je in deze mode gaat spelen? Ja, dat weet ik zeker. Yes. Yes. Oké, daar beginnen we dan. Hey, what's up, kid? Oh, that's right. You are that kid who's applying for a job, right? Well then. I'm Ernst Babbo, or I guess you could call me Professor Babbo, if you want. Want a lowdown on what you will be doing? Need any help? Nee. No info needed. Geen informatie. We humans share this world with creatures known as Pokémon. More than mere animals. Pokémon possess untold powers over the elements and remarkable intelligence. People and Pokémon subsist in many ways. Some Pokémon are kept as pets, others help us with work, and still others are used in battle by trainers such as yourself. Nou, dat klopt inderdaad, ja. But we don't know everything about them yet. That's my job. I'm the regional, perhaps worldwide expert on Pokémon. Pokémon elements. Why do they exist? Why do they have strength and weakness? But I will tell you all this at your first day on the job. Report to my lab this morning to get your starter Pokémon. Now, if you fill out this form here. Are you a boy or a girl? Wat zou ik kiezen? Ik ben een jongen, maar ik kan ook voor een meisje gaan. Ik ben een jongen, waarom niet? Wat was je naam ook alweer? Nou, mijn naam was lowercase. Yellow. Yellow. So you are yellow. Yes, yellow. Are you ready for Freddy? Ja, sorry daarvoor. Ik speel soms en ik kijk soms nog naar Freddy. 5 Freddy's video's. En ik speel het ook zelf. Dus misschien vandaar. Maar oké, we gaan weer verder. Your journey, your story. Is about to evolve. The future is a blank slate. You, together with your Pokémon, are going to feel it. There will be challenges and thrills, and you are bound to make exciting discoveries. Get ready for Freddy! Nee, geentje. Sorry, Alfie. 10 years ago, Lucille, Yellow's mother was the manager of Tendo's third nuclear power plant. There was a slight mechanical malfunction.
They were in the process of making repairs. When it happened. Mom, nice work, mates. Okay. Oh, wacht, nee, dit doe ik even met een ander stemmetje. Mom, nice work, mates. Okay, break time. I will fetch us all some lunch. Laboratoren. Laboratoren. I like a cheeseburger. Huh? Mom, and what about you? I don't think we have time for a break right now. It looks like there's something wrong in the power room. Oh, it looks like the system is overheating. Oh, trouwens, als jullie de stemmetjes niet leuk vinden, reageer daar dan op, want dan doe ik ze niet meer. Overheating? What's going on? It's going to explode. Everybody out, get out, run! Okay, that was it. Most of the aides just barely escaped with their lives, but as for Lucille, they never found her body. After that day, years further, a famous Pokemon ranger left his house to travel the region, secretly searching for his wife. Since then, you have lived with your aging great aunt in a small town known as Mocky. You grew up there until your aunt, now retired, could no longer support a 13-year-old. Your father negotiated with Professor Bembo, an old friend of his, to give you a job as a Pokemon trainer. Now the time has come for you to leave home. Ah, kijk toch eens hoe cute. Oh, wacht. Jelle, come down here, you're late. Yes, aunt. Ja, okay. Oma, ik bedoel, tante. Wat zeg ik? Nou, eerst even hier die item eruit halen. Yep. Cancel. Niks. Okay, we gaan naar beneden. Dat is boef. Wat is er, tante? Wat is er, godverdomme kut tante? Jelle! I'm so sorry. Oh, why do you have to go? No, don't answer that. I know perfectly well why. Oh, if only these old dons could do more. So that I could support the both of us. But let's not tell on the past. Here, I bought you some new shoes for your journey. We had a mall. You got running shoes and a kiss to run all sets. Go see and best of luck. If you're lost, ask somebody, ask someone around town. When you can, come. Alright, bye honey. Joehoe, we kunnen nu al redden. Perfect. Maar jammer genoeg, moet ik al bijna weer stoppen. Dus het laatste wat ik hier nog even ga doen is door deze vrouw hier praten. Dat was het. Sorry daarvoor. Mockytown is so nice and peaceful. And everyone knows one another. At much rather life here than in a big city. Okay. Hier. I wonder what kind of Pokemon lives in this park. Probably just Magikarp. Yeah. Ja, er zitten hier oude Pokémon in, maar ook nieuwe. En die nieuwe gaan we gaan sowieso dadelijk 3 nieuwe Pokémon ontdekken. Voor sowieso 2, vanwege mijn rivaal en mijzelf. Maar dus dat is dat is dan uiteindelijk voor morgen. Daar zijn de 3 nieuwe Pokémon, de 3 nieuwe starters. Deze hier waar ik nu naast sta. Alleen dus diepe zeg ik nog even. Elektriciteit, water. Deze is gas en staal. Die daaronder grond en vuur. Dat was het dan voor deze aflevering. Ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Bye bye.